Het voorgerecht. De kokkiers leggen we dakpansgewijs in een rondje op het midden van het bord. Hierop leggen we een kanel met zwarte quinoa. Als dit niet lukt, kan het ook gewoon een hoopje zijn in het midden. We maken het spuitzakje met passiegel open en zetten hiervan stippen op de kokkieën. We pakken de bundelzwammen erbij, gebrand. Deze verdelen we over de kokkieën. Dan de rauwe bundelzwam. De plakjes rettig leggen we er ook op. De krokantjes steken we ertussen. En de plantjes, mosterdcress, doen we hier ook tussen. Op het eind de vinaigrette eromheen. Deze vinaigrette is een kombucha van passievrucht met bieslookolie.